Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Hans de Beste. Vandaag hebben we een nieuwe random game. Vandaag is Hello Neighbors 2 Alpha 1 uitgekomen. Gisteravond, 7 uur, of nee vandaag, 12 uur. Dus wij hebben die gekregen, of hij vond ook zelfs gratis te spelen, maar we gaan het proberen. En daar zijn we dan, dus abonneer, reageer en like zeker deze video. En misschien gaan we het vaker spelen, want deel 1 werd enigszins al ontvangen. Maar ik ben benieuwd. Oké. Okay. Die dude ziet er heel raar uit. Een sleutel in de open haard. Oké. Okay. Ja, lekker mee. Game, kom, ja. Wat is dit? Moet ik greppen? Oh, met E, oké. Ja. Nou, kan ik dan switchen tussen items? Oké. Okay. Waarom schuin? Oké, okay, dit is logisch, jongens. I guess. Oké. Okay. Ja, echt aan het. Nou, kan ik niet filmen, oké. Okay. Dan ben ik het andere apparaatje kwijt. Oh nee, hier. En de verrekijker. Even kijken. Het ziet er wel gaaf uit. Is dit... of check ik daar de game alweer? Oh god. Oh god. Oké, okay, dus je verstaan verschillende huizen. Of zo. Zo lijkt het er wel op. Een verlaten stad. Ja, het is een beetje apart, maar... Dus de ding is het bij hem binnenkomen, oké. Okay. Maar waar? Wat de hel is je allemaal aan het doen? Ik merk wel in deze game dat het actief is. Rennen. Ik ben echt niet. You still got me. Wat? Ja, dan word ik uit zo'n dingetjes. Wat heeft hij aan mijn been hangen? Zo van. Ja. Ook nog een keer naar buiten gesleept. Oké, auto niet. Rennen. Oh, hij heeft een soort Kepler. Oh jezus! Ik heb gewoon het raam uitgejiet. Die auto die ik had. Pak tegen je kop aan. Wat? Jezus. Maar ik ga even de controls kijken, dus ik zie jullie zo terug. Settings. Controls. We zijn er weer. Like. Er is nog niet echt een control menu ervoor. Omdat het nog een alpha is. Sneaky te werk.
water. Hij staat daar bij het portier. Er is iets te doen. Hij blijft daar gewoon voor zijn deur staan. Oké. Ja, alsof zijn garbage dingen vervallen. Ah, is het nog gezien. Dat is wel grappig. Ja, wat zeggen. Oh god. Op zich werkt nog niet helemaal. Hallo. Ik vind het wel crazy dat gewoon in zijn raam uitgejiet wordt. Jezus! Hoi, ik ben al weg. Max, kan ik een spiegel maken? Ook kan rijden. Als hij doet. Nee. Nou, mout is wel kapot. Ja, de spullen die ik had zijn weg, dus. Oh, 0 is ook gepozen nu. Oké, dat is al iets. Ja, het is nog een alpha, dus het mag. Maar op een of andere manier ook veel te snel. Gaat hij veel te snel achter me aan. Het is al lang jouw turn niet meer, gast. Nu is het eerste ding dat je in een andere mans huisje eerst gaat zitten. Waar hij de alfa is of zo. Ja, ik kan een keertje kijken. Maar gewoon is de rest allemaal een beetje verlaten en zo. Even kijken. Kom, zit die oude neeuwer daarin opgesloten of is hij de oude neeuwer? De rest kun je dus gewoon in. Oh ja, de rest is echt gewoon als aankleding. Ja. De rest is puur aankleding. Zover dan. Hij is toch tot de voorkant van het huis. En ik ben er nou via achteren. Dus in theorie moet hij nou gewoon met rust laten. Maar dat is een theorie, hè. Het blijft een game. Wat zou toch moeten werken dan? Oké, ik heb gekke sliertjes. Ik heb echt een gekke hoodie aan. Wacht, ik ben er gewoon bijna al. Hè. Dat was denk ik niet de bedoeling. Ik ben er vooral bijna al. Ja, wat zeg je kunt het. Ja, misschien kun je. Nee, je kunt net niet die jump halen aangezien. Wegens dat balkje volgens mij. Nee, dat gaat net niet. Maar hey, ik kan wel hier naar binnen. Ja. Scheetje. Oh. Haha. 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 Heeft hij een badkamer? Jezus, wat licht. Maar hij zit nog buiten, dus. Ik kan dat ongezien. Zijn huis rondlopen. Doen deze knopjes iets? Nee.
Nee, echt helemaal niks. Het is wel één groot ravage hier, maar... Ik vraag me of het heel aan het aan het blussen is. Nee, het is een lopende band. Oké. Misschien zijn dat de vorige eigenaren. Oh, hé. Hey. Oh. Oké. Oh, de band loopt wel. Is hij gekleed, dus ik weet. Maar ik denk dat we het kunnen zien. Ik heb het buddy gedaan, dus haha. Fuck jou. Oh, hij heeft de deur open gekregen. Oh, hij heeft de deur open gekregen. Hij heeft de deur open gekregen. Scheiding. Oh, even hier achterin gaan. Hij is weer iets aan het blussen. Ik ga al een heel tijd afvalt. Hij is ergens iets aan het blussen, dus moet ik eerst buiten blijven. Jezus. Is nou wel lichter? Waarom heeft hij overal van die lopende bandjes liggen? Direct één grote explosie. De lopende band werkt wel, maar waar komt het vandaan? Oh, de lopende band, de physics werken nog niet, maar... Hier kan ik nog niet naar boven. Dus boven is er voor mij nog niks te vinden, maar... Oh, als hiding... Oh, dit is een hiding spot, oké. Okay. Voor als je niks gevonden krijgt. Ja, het is een rare game. Like, what the fuck did that? Oh lol. Ja, dat heeft met de render distance te maken. Maar, dus er moet nou nog iets buiten zijn. Kan ik ook een ding tegen hem aangooien? Tegen die son of a bitch. Jebba. Ah, ik was net te laat. Wat? Ik gooi hem echt 10 seconden laat. Rennen. Kom dan. Nu ga ik weer. Wat wilt hij doen? Nog 5. Ah, hier moet ik gewoon weer weg. Ook wel precies hier. Kijk, wat is er nog allemaal in jouw tuin? Voor relevant. Lekker rijden. Ja. Dit is heel zijn tuin.
Dag. Deze heel groot. Jezus. Ja. We made it. Kind of. Hier is het. Oh, wat? We zijn ergens, I guess. Heeft hij een verbrandingsoven? Wat? Actually, fuck. Oh, het gaat er echt gewoon doorheen. Ja, even save. Nieuw save. Yes. So, what do we get? Een wekker. Oh. Oké. Okay. Nou, in theorie kun je hier gewoon langs, maar... Dat zou ik wel weer zijn. Nee, is de deur. Ja, wacht. Oh nee. Stuk de deur gaat niet dicht. Oh jawel. Oh. Ja, in theorie zou je... Oh, je kunt er ook gewoon overheen. Ja, een beetje glitchje en we zijn er over. Kijk, hier is het. Hoe de hel komt hij ineens hier? Glitch. Leave me alone. Ja, nee, ik kom los. Daar ligt de sleutel in. Ik denk dat ik een beetje geglitcht is. Hij kan me niet fatsoenlijk wegbrengen. En ik zit ook vast, dus. Zit ik vast? Oh, stuk. Voor mij zit ik echt vast. Nice. Schrikkelijke neber. Misschien kan ik er nog opklimmen. Nee, ik zit echt vast. Hoe krijg je het voor elkaar? Daarvoor wil ik al iets verder. Gewoon weer uit het raam gejiet. Nou zit ik hier vast. Hoe de hel is dit mogelijk? Continue. Nou, de game is nog steeds een beetje broken. Tot nu toe was het echt wel leuk. Vind ik, dus ik kom zeker uit gaan spelen als hij wat verder is in progress. Dus dat is vaker wat zien. Abonneer, reageren en like zeker deze video. En zie ik bij de volgende aflevering van Hello Neighbors 2 of iets anders bij mensen.